Ja, nee, want het is weer een nieuwe romantische komedie, Rijker. Aanstaande maandag gaat de film Hartenstraat in première. Het is de eerste speelfilm van Sanne Vogel als regisseur met een complete sterrencast. Marwan Kenzari, Braga van Doesburg, Georgina Verbaan, Suzanne Visser, Egbert-Jan Weber, Tycho Gernand, Gigi Ravelli, Manuel Broekman, Kitty Coubois, Jan Kooijman, Benjamin Bruining. Oeh, regisseur Sanne Vogel heeft iedereen in haar telefoon gebeld voor een rolletje in de allernieuwste speelfilm Hartenstraat. Dit is nieuw voor mij. Oh, ik hou zo van deze buurt. Jacob, dit is geen toeval. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Wacht eens even. Hadden jullie soms een soort van triootje in gedachten? In de Hartenstraat lijkt iedereen op zoek naar liefde, behalve Daan. Hij woont hier met zijn dochter Saar en heeft een traiteurszaak. De knappe modeontwerpster opent naast zijn zaak een hippe modewinkel en de twee zijn in alles elkaars tegenpol. Maar toch ziet Katje stiekem ook wel iets in haar buurman, zeker nu in haar huidige relatie met Thomas niet veel muziek bezit. Nou ja, heerlijk zoetsappig dus. Hè? Zal ik er maar gaan liggen dan? Ja, nou ik ga er gewoon liggen. Maar sorry. Kijk, daar lig ik dan. Dit is een rotte vis. Maar er slapen mensen hier. Oh, dat kan me geen fuck schelen. Hartenstraat is voor Sanne Vogel haar speelfilm regiedebuut. Op haar 15e wint ze al haar eerste acteerprijs. En sindsdien heeft ze een super indrukwekkend film- en theater-cv opgebouwd. En nu zit ze voor het eerst zelf achter de knoppen. Kijk, zo. Zo. Yes. Of zo. Veels. Wat is veels? Veels is niks, man. Met een geestig verhaal, een topcast en een getalenteerde regisseur kan dit natuurlijk alleen maar een bioscoopknaller worden. Sanne Vogel en Marwan Kenzari aan tafel. Sanne, de film is af. Hij gaat maandag in première. Je zou ongetwijfeld heel veel dingen anders hebben gedaan. Maar als je op dat proces terugkijkt met name, hè, om zo'n film uiteindelijk te maken. Wat vond je het meest uitdagende uiteindelijk? Ik denk de lengte van zo'n proces en dat je door al die fases gaat. Dus dat je begint met de scenario schrijver en dan komen er steeds meer mensen bij. En op een gegeven moment ben je met 70 man op een set, soms wel met 100 man op een set. En dan ga je terug met een editor met z'n tweeën en dan verspreidt het weer naar componist en geluidsmix. En allemaal jongens achter de computer die allemaal special effects aan doen zijn, dat je heen en weer aan het rennen bent. Dus dat hele soort wereldreis, dat proces. En in die wereldreis heb je heel veel ook van jezelf gestopt in die film. Nou, vooral in het scenario. In het scenario. Ik kan me één scène herinneren waarin jij met je dochter in de film in bed ligt. En dat komt rechtstreeks uit jouw verhaal. Laten we eerst naar het fragment gaan kijken en misschien kunnen we daarna over praten. Oké. Wanneer ga je weer met iemand trouwen? Wanneer ik de mooiste vrouw van de wereld heb ontmoet. Nou, jou natuurlijk. Klein ongelukje van me. Ik ben een geluk bij een ongelukje, zegt papa altijd. Zwanen hebben nooit ongelukjes. Die weten het pas zeker weten als ze gaan kussen. Ja, dat is dan heel erg jammer voor ze. Want ik ben namelijk gek op ongelukjes. Geweldige rol van Nadja Koetje, die jouw dochter speelt in de film. En dan jij als vader in de film, je bent een geluk bij een ongelukje. En het komt rechtstreeks uit jouw familiegeschiedenis. Ja, dat was dus niet erg door. Want ik zei tegen jullie, dan moet je haar altijd ongelukje. Toen zei hij thuis tegen mijn vader, zei hij, ja maar San, ik heb jou toch je hele jeugd ongelukje genoemd. Maar ik was het gewoon vergeten. Want ik was een ongelukje, want Kat was van het balkon gevallen, toen was hij dood. Toen was mijn moeder zo in paniek. Dat ze de pil was vergeten en toen kwam ik. Dus ik was een ongelukje. Ja, toen noemde hij mijn hele leven, tot ik een jaar of 10 was, noemde hij mij een ongelukje. Maar dat was ik gewoon vergeten en dat had ik gewoon daarin gestopt. En dat had je erin gestopt zonder dat je gewoon eigenlijk bewust was van het feit dat je vader het al tegen je had gezegd al die jaren? Ja. Nou, toen hij het zei dacht ik al, oh ja, daar komt het vandaan. Maar ja, je bent natuurlijk gewoon als schrijver en maker de hele tijd uit je hele leven ben je allemaal onbewuste dingen aan het verzamelen. Dus heel vaak weet je dat helemaal niet. Dus ik zei dat hij zei, dat heb je van mij gehad. Wist je dat, Marwan, dat het daar vandaan kwam toen je dat speelde? Nou, je vertelde het mij volgens mij halverwege. Ja, ik kwam ook halverwege pas achter. Ja. We draaiden volgens mij in een supermarkt en toen was je vader er ook. Volgens mij ergens zo'n halverwege draaiperiode vertelden ze dat. Nou, het is een erg grappige film. Ik heb hem afgelopen donderdag al eerder mogen zien. Er zitten echt stukken bij dat je gewoon echt hard moet lachen. Jij bent de hele film, ben jij cool? Ben je de coolheid zelf? Oh ja? Ja, je vertrekt geen blik en echt die meiden, jongen, allemaal om je heen. Maar
Jij bent gewoon Mr. Cool. Was dat ook de opzet dat je dat ook moest zijn op die manier? Nee. Wat moest je dan zijn? Cool. Ik denk niet dat ik zou hem niet omschrijven als cool. Ik denk eerder dat hij. Het is een jonge vader en hij wil een goede vader zijn. En misschien zal hij niet snel toegeven dat hij in de liefde wellicht een zetje zou kunnen gebruiken. Maar ook als je, zonder natuurlijk om iets te spoilen, maar ik denk wel dat hij minder in balans is dan dat het woord cool omschrijft. Ja, maar dan begrijp je mijn cool verkeerd. Ik bedoel cool niet in de zin van hij is stoer, maar cool meer in de zin van ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie wel dat ze dan denken, nee, ik zie het niet. Ik hou het weg. Ik ben naar binnen. Ja, ontkenning. Toch? Ja, totale ontkenning. Ja. Internet speelt een ontzettend grote rol, hè? De manier waarop je op internet date. En dat zie je ook terug in deze scène. Hi. Hey. Ik ben Annabel. Hoi, Daan. Annabel, het wordt niet zonder mij. Annabel, ik ben Annabel. Ja, ik zing het maar voordat jij het gaat doen. Hè? Ja, ik was niet echt van plan om het te zingen, dus. Nee. Ja, oké. Okay, ja, toch een beetje. Ja, ik ben... Iedereen altijd. Ja. Echt een lekker sfeertje. Is toch heel belangrijk, voelde ik meteen toen ik binnenkwam. Toch het belangrijkste, hè, dat er een sfeer is. Maakt eigenlijk helemaal niet uit wat voor sfeer, als er maar een sfeer is. Weet je wel, dat de feng shui klopt. De aura, snap je wat ik bedoel? En ik werk ook als part-time goochelaar. Van Daan heet het. Met de drie puntjes ervoor, zodat ik het gerecht ervoor kan invullen. Risotto van Daan. Ja, precies. En dat doe ik dan ook echt elke keer, dan schrijf ik het. Op de verpakking. Op die puntjes? Ja, precies. Dat is ontzettend leuk. Ik doe dat ook eigenlijk alleen maar met sjaaltjes. Is dat iets wat je herkent, Marwan, ook in het dagelijks leven? Want je ziet heel veel, hè, van die internet dates. Heb ik dit soort dates. Tuurlijk. Nee. Maar jij bent wel iemand die typisch is. Je bent method acting, toch? Jij duikt er helemaal in. Dus ik kan me bij jou wel voorstellen dat je dat een soort vooronderzoek hebt gedaan. Nou, nee. Ik denk dat elk project een andere voorbereiding vraagt. Of in ieder geval, dat heeft ook te maken met hoeveel tijd je hebt. En in dit geval hadden we... Je wou niet internet daten als voorwerk. Ik wilde geen internet... Nee, maar elk project heeft een andere manier van voorbereiden. En dit was zo'n lief en luchtig verhaal. Bij het lezen al, ik heb het volgens mij al drie keer tegen je gezegd, dat het leest lekker en het is lief. En dus het was gewoon een feest om... Het had niet superveel hele diepzinnige voorbereiding nodig. Het was vooral plezier hebben in met elkaar daar in de Hartstraat dit verhaal vertellen. Nou zeg je dat wel, maar Sanne, jij hebt wel uiteindelijk ook een internetdate profiel opgemaakt, toch? Ja. Op Tinder? Ja, dat heb ik heb nu een Tinder, maar ik heb voor de film... Kijk, ik ben een soort beetje door de film... een soort beetje verslaafd geraakt aan internetdaten. Ja. Maar ik was eerst... de producent zei, er moet internetdaten. En ik zeg, ja, dat gaat over dertigers in een grote stad in Amsterdam. Niemand doet dan internetdaten. En toen allemaal vriendinnen om me heen die zeiden... Ja, maar ik zit op je C. Wat is dat? Dat is internetdateheid. En toen dacht ik, oh, dan ga ik er ook op. Om te kijken wat het is. En toen heb ik pas al die lijnen ingeschreven. En dat was zo leuk. En toen heb ik daar allemaal dingen uitgehaald. En toen was ik aan het draaien. Toen ben ik afgegaan, want ik had geen tijd. Toen was ik klaar met draaien. Toen dacht ik, ik wil toch weer ergens op. En toen ging ik op de Tinder. Want het is zo grappig. Je ontmoet allemaal mensen. Ja, leg even uit Tinder voor de oudere kijkers. Ja, leg even uit aan deze oude vrouw. Ja, doe je. Tinder? Ik weet helemaal niet waar het over gaat. Kijk, weet jij wat Tinder is? Oh ja, jij zegt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zij heeft het uitgevonden en verbeterd. Ja, vertel. Nou, Tinder is een app en dan zie je een foto van iemand. En als je die knap vindt, dan doe je naar rechts swipen. En als je die lelijk vindt, doe je naar links. Dus meestal is naar links. Dus ik swipe nu naar links. En als je die knap vindt, dan doe je naar rechts. En die andere persoon vind je ook knap. Dan word je dus een match en dan kan je met elkaar praten. En als iemand dan ook nog iets leuks zegt... Meestal zeggen mensen domme dingen, doe je gewoon weer op blok. En als ze dan iets leuks zeggen, dat je denkt... Oké, dit wordt echt een leuk gesprek. Dan ga je dus met iemand afspreken. Oh. En dan ga je dus ergens in een café met iemand die je niet kent. Ja, ik vind het dus fascinerend. Ik had laatst afgesproken met die jongen. En ik ben heel atheïstisch opgevoed en alles. En die jongen was
die had zichzelf bekeerd tot het christendom. Dus ik was gewoon 6 uur die jongen aan het uithoren. Maar het is voor mij alleen maar inspiratie, snap je? Dus ik vind het fantastisch. Ja, ik denk de hele tijd, oh leuk, ga ik weer in een soort leven van iemand. Maar is Tinder eigenlijk een soort filosofiegemeenschap? Of is het ook bedoeld voor andere dingen? Zo, het is zeker ook bedoeld voor andere dingen. En is het dan ook zo dat als je eenmaal op zo'n Tinder-site bent... dat het ook daadwerkelijk wel eens tot de boter en de vis komt? Of gebeurt dat niet? Is dit dan een persoonlijke vraag? Ja, zeker. Oh, ja. Ja. Ja, maar ik ben benieuwd of, nee, ik ben benieuwd of je dat op afstand houdt. Hij noemt dat boter en vis. Wij noemen dat anders. Maar het is niet de soort standaard dat je dat gaat doen. Nee, ik weet niet. Ja. Echt waar niet? Nee. Dat vind ik dan weer jammer. Nee, je moet wel eerst zeggen, dit is leuk. Kan wel, hè? Nee, maar het mag wel. Ik bedoel, ja, dat zullen altijd, weten. Hoor. Die, ja. Dat maakt niet uit. Zet of je het zelf wil. Ja, ik vind het echt bloedspannend. Hoe was het voor jou, Marwan? Want dit is wat je net zegt. Hè. Dit is niet een film waar je, als jij als acteur, dan heel diepe voorbereiding voor nodig hebt. Wat me wel opvalt, bijvoorbeeld als ik jou zie... Het is niet zozeer niet nodig hebben. Ja. Maar het is gewoon, je moet... Het heeft te maken met de tijd die je hebt daarvoor, voordat je de film draait. In dit geval was dat een maand voordat het duidelijk werd. Dus dan moet je je maand anders gebruiken. En als je een jaar de tijd hebt, dan heb je een jaar de tijd. En zodoende... Maar ja, je hebt wel een heel erg connectie met Nadia gemaakt van tevoren. Ja, absoluut. Dat was jouw hoofdding. Het belangrijkste voor mij was... Je dochter. Ja, mijn dochtertje. Ja. Dit was mijn eerste keer dat ik een vader speelde. En dat vind ik dan bijzonder. Dat is voor mij iets. Dat is iets. Dat vind ik wel echt een nieuw step, zeg maar. En ik was heel erg blij met Nadia. En ik hoefde daar voor mijn gevoel. En dat kan natuurlijk verschillen van hoe het overkomt, maar hoe het voor mij voelde. Ik hoefde er vrij weinig moeite voor te doen. Om mezelf in ieder geval te doen geloven dat het mijn dochtertje was in dit project. En dat is fijn. En aanstaande maandag, of althans, in ieder geval, je hebt die film nog helemaal niet gezien. Je hebt nog geen idee hoe die film helemaal eruit ziet. Nee. Je hebt alleen jouw scènes heb je gezien. Nee, ook niet. Ik heb gewoon wat alleen we nu maar. Zien, zeg maar. Yeah. That's it. Meer heb je niet gezien. Nee. Verheug je erop? Absoluut, tuurlijk. Ja. Nou ja, ik vind het zo knap dat je zo'n meisje kunt vinden. Dat vind ik altijd zo knap. Nou, zij is waanzinnig. Zij is heel leuk. Ja, dat zie je meteen. Ja, een Hartenstraat is echt wat mij betreft een aanrader. Dus ik denk dat je van je eigen film gaat genieten. Jongens, dank jullie wel en succes bij de première. Ja.